Er zit bloed, zweet en tranen in. En als dan die klant komt en dat wow-effect van die klant, dat is echt geweldig. Adlongers, dat is een kerel die via via terecht is gekomen in de motorwereld. Van huis uit als technische interesse. Van het een is het ander gekomen en het driewielige is een dikke vet rode lijn in mijn leven geworden. En het driewielig bedoelde dan vooral de zijspannen mee. Beroepsmatig doe ik het vanaf 2003-2004 ongeveer, dus ongeveer 20 jaar. Ja, het hobbymatige was dusdanig. We hebben destijds met een compagnon van mij een zijspanmodel in Frankrijk overgenomen. Het model Boxer. Toen begon het allemaal serieuzer te worden. Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt om zelfstandig verder te gaan. En daar is dit eigenlijk uit ontstaan. Uit die basis. Waar je dus vaak ziet, mensen gaan zijspan rijden. En dan zeggen ze, het is totaal anders dan motorrijden. Het klopt inderdaad. De bediening is hetzelfde als op een motorfiets, maar het sturen is totaal anders. Daar vergissen de mensen zich wel eens in. Maar eigenlijk het moderne zijspan is heel makkelijk goed te besturen. Maar je moet zeker net zo goed opletten als in het begin dat je motor rijdt. Alleen dat stukje zijn de mensen vaak vergeten. Ja, ik zie me eigenlijk wel als een ambachtelijk mens die echt in alle facetten van techniek houdt. En in de zijspannen kan ik er eigenlijk daarin mijn ei kwijt. Het is zowel elektrisch, mechanisch, de dynamiek, de designtechnisch. Eigenlijk alle factoren die je in de techniek zo'n beetje tegenkomt, zitten erin. En ook een van de mooie dingen is als ik na maanden nog eens een zijspan hier de dijk op zie rijden. Ik denk van, wauw. Dat zijn van die momenten. Dat zijn wel de uitdagingen. Dat zijn de redenen dat je dit doet. We beginnen met de basis van de zijspan bouwen. En dan is het eigenlijk heel veel staalwerk. Dus draaien, buigen, lassen, slijpen. Tot het compleet samengesteld is. Dan gaat zo'n product naar spuitenpoederkoten. En zodra het daarvan terugkomt, dan gaan we opbouwen. Nou, en de opbouwwerkzaamheden zijn totaal anders dan de constructiewerkzaamheden. Mede met dus het in elkaar zetten, krasvrij opbouwen. Dan moeten de ruit, de zitting, het zeiltje, moet allemaal opgebouwd worden. De wielen, de banden, dan de bedrading en dan het geheel samenstellen, uitlijnen. Een totale andere bezigheid als het constructiewerk. En dat maakt ook weer de variatie in dit product. En dat is ook voor mijn basis een beetje licht. Vroeger moesten we alles uit de bladen hebben. Nou, zover als de bladen kwamen de klanten vandaan. En tegenwoordig, mijn internet is gewoon global. Nou is het wel zo, als iemand in de andere kant van de wereld een zijspan wil, dan zal hij een identieke motor moeten hebben als wij hier gebruiken. Of hij moet zijn voertuig hier laten verschepen. Ook dat gebeurt. Hoofdzakelijk hebben wij hier motoren waar we dus een zijspan aanbouwen, de volledige constructie. Dan wordt dat in kleur gezet, al dan niet gespoten van het polyestergedeelte. En dan wordt het ingekrat. En dan wordt het opgestuurd. Brede van deze techniek. Ik kan dit. En wat kan ik nog meer? Ik kan lassen, draaien, frezen, elektro. Ik kan alles. Maar ik kan niet. Ja, ik kan dit niet loslaten, denk ik. Want als ik iets anders ga doen, dat zal nooit zo breed worden als dit. Kijk ook wel eens. Ik ben 20 jaar geleden gestopt met werken. En ik heb nou een betaalde hobby. Maar ja. De buiten is nog niet binnen, dus voorlopig maken we weinig zijspannen.